zijn nu in de balletschool en we zijn bezig met onze Lyrical Summer Dance Intensive 2018. Dus dit is onze 7e editie. En wat leuk is dit jaar, thema is balans. Dus we hebben ze een opdracht gegeven om eigen werk te creëren. En dat gaan ze laten zien tijdens de presentatie. Wat moeten de mensen meekrijgen als ze naar huis gaan? Dat je met vrienden heel veel lol hebt. Heel veel lol. En nog meer, is er een andere boodschap aan? Als je denkt dat je iedereen tegenkomt, dat je dan gewoon leuke dingen met die kan doen. En niet alleen iets bijvoorbeeld op de bank zit of zo, maar gewoon lekker dansen. Een beetje beweegt ook. En wat wil jij zeggen, Veronica? Nou, kijk, het is dus met wat Merle dus al zei, met vrienden moet je veel lol hebben en dus nooit ruzie hebben. Daar gaat het ook vooral om. Vrede op aarde, hè? Ja. Maya, jij nog één ding? En dat je niet altijd in jezelf moet blijven, maar dat je lekker mag feesten en wat dan ook. Heel goed, vooral als je lekker jong bent nog. En wil jij nog één ding zeggen, Kate? Ja, gewoon dat je met elkaar om kan gaan zoals het gewoon moet, niet vervelend tegen. Lief zijn voor elkaar dus, hè? LCI is a week of fun and a week of dance and inspiration and yeah and I feel like it's about pushing your boundaries and about just trying to stay in the now and focus on how you can evolve as a dancer rather than trying to be the best that you can be. Yeah. And it's really a great atmosphere as well, I feel like, with all the different teachers and different styles. Nobody judges, so it's just very an open atmosphere. And it feels just like nobody judges you and you can try whatever you want to. Yes. It's a really creative space where you can evolve not only for yourself but for like your dancing ability. En we doen elke dag een stukje coaching. Elke docent doet een stukje coaching. En we zijn vandaag aan het werken met stage presence. Dus hoe je jezelf presenteert op toneel. En wat we ook in deze LSDI doen is een stukje moment of zen. Dus dat we even terugkomen naar onszelf. Even rustig worden. Visualiseren, mediteren. Dat we ze dat meegeven. Adem weer door de neus. En nu hou je even je adem vast. We started on Saturday and then we'll end with a final presentatie on Saturday again. Yeah. And that's where we get to show all the different dance styles that we've learned. But this year is kind of a twist because we are doing our own work at the end. So we are preparing in this week like one
a piece for ourselves, and I'm doing a duet. Yeah, and I'm doing a solo. So it's where each individual dancer can just work for themselves and really take what inspires them